Even kijken of we draaien. Ja, we draaien. Oké. Okay. Het is vandaag 15 april en ik ben te gast in... Almere, buiten. Almere. En we zijn te gast bij... Leo Stravers, die is glaskunstenaar en die maakt glasobjecten. En dat is fusing glas. En daar kan ik wel een paar dingen van straks van laten zien, hoe dat ongeveer gemaakt wordt. En hoe het in de oven gaat. Want het wordt gesmolten. Want ik ga vandaag mijn vlogje opnemen met schilderwerk, wat jullie van me gewend zijn. Maar ik ga ook laten zien wat Leo doet. En zijn trouwe, meer dan trouwe, steun en toeverlaat, Melanie. En wij komen elkaar altijd tegen op de kunstmarkt, hè Leo? Ja, dat vinden we zeker leuk. Want we kennen elkaar natuurlijk al een paar jaren. En zodoende leer je steeds meer andere kunstenaars kennen, waardoor je met elkaar in contact komt. En daar is dit een voorbeeld van. Tieneke Straat. En we hebben het heel erg gemist, hè, Leo, dit jaar. We hebben het verschrikkelijk gemist. Maar en we gaat gelukkig, hoop ik, eind van dit jaar wat beter worden. Zodat we weer mensen kunnen ontvangen, workshops kunnen geven, enzovoort, enzovoort. Ja, want je kan bij Leo dus een workshop doen. Ja. In Almere, hier in het atelier. En dan kun je dus een workshop doen bij Leo. En dan leer je dus ook hoe je zelf prachtige glaskunstwerken kunt maken. Dus... zeker de moeite waard om even een kijkje op de website te nemen bij www.kostra.nl. Kostra, met daar een C. Daar kunt u alle gegevens zien die u nodig heeft om daar terecht te kunnen. Nou, ik zal natuurlijk ook eventjes een linkje naar de website van Leo erbij doen. Dus dan kunnen jullie dat ook even zien. Dus als je interesse hebt. En je kunt ook altijd via mij aan Leo's adres en gegevens komen, hè, jongens. Dus dat is geen probleem. En zij zijn ook te vinden op Facebook en Pinterest. En wat doe je nog meer, Melanie? Instagram. Instagram. Ze zijn hartstikke hip. Hartstikke hip hier. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus ik ga starten met de vlog. Leo gaat aan de gang met glaswerk. Dat laat ik jullie tussendoor ook nog even zien. En ik ga straks ook even een rondje eventjes door de atelier heen doen. Om te laten zien wat er allemaal staat. Dus geniet ervan, mensen. En we gaan starten met... wat ik altijd doe. Het resultaat van de vorige les. Deze keer hebben we les 27. Maar ik ga even terug naar les 26. 26. Want dit is het eindresultaat geworden, mensen. Ik zal het even dichtbij houden. En even een beetje kantelen. Want dan kunnen jullie ook zien dat ik daar zilver in heb gedaan. Dus dat reflecteert heel mooi in het licht. En wat heb ik erbij gemaakt? Een bijpassend sieradensetje. Even erbij pakken. Kijk dan hoe leuk dat past bij dit. Dus eventjes weer in de resume. Ik heb een hangertje. 25 euro. Zo eentje die weer sluit zonder sluiting. Die zit hartstikke licht en lekker. Een armbandje. Met zo'n metalen basis, 20 euro. En een paar hele leuke hangertjes erbij. Even kijken of ik dat goed in beeld krijg, even dichtbij. Dit zijn hangertjes, 12,5 euro. Maar als je liever stekertjes wil, kan ik ze ook maken. Dus dat is geen enkel probleem. En neem je dit hele setje nou in één keer, dan heb ik een speciale aanbieding. Want... als je alles los zou nemen, zou het 57,50 zijn. En je kunt rustig bij mij los altijd een dingetje uitkiezen. Dan komen de verzendkosten erbij. Neem je het hele setje in één keer, dan krijg je natuurlijk een leuke aanbieding. Normaal zou het 57,50 zijn, maar dan is het 55 euro. En ik neem ook de verzendkosten voor mijn rekening. Dus dan heb je een leuke aanbieding. Het schilderijtje is 35 euro. En neem je alles... is het 85 euro inclusief verzenden. Top. En dan ga ik jullie nu naar beneden draaien. Want dan kunnen jullie even gaan kijken wat voor kleurtjes ik uitgekozen heb. En dan, als ik een laagje laat drogen, dan neem ik jullie even mee door het atelier. Nou, dan gaan we nu naar beneden draaien. En dan zien jullie mij goed in beeld. Dat lukt. Leo, ga maar lekker rommelen hoor. En als je lawaai maakt, geeft het ook niks, hè? Want lawaai hoort erbij. Oh, hij maakt best zoveel lawaai hoor. Nee, ik heb het heel stil.
Ja? Oh, dat is toch goed. Ja, soms laat ik. Ik hoor glasgerinkel en dat hoort erbij in een glasatelier, toch? Zeker. Maar als het heel hard klinkt, dan heeft hij iets laten vallen. Ja. Ja. Nou, dat horen we ook. Dat hoort er ook allemaal bij. Hè? Ja, bij ja. Dit is een vlog zonder knippen en plakken, dan valt er wel eens wat. Ja, dan valt er wel eens iets verkeerds. En dan komen we op de kunstmarkt, Leo. Hè? En als ik dan op een kunstmarkt kom, en dan weet ik van tevoren meestal niet wie er allemaal zijn. Maar dan hoor ik in de verte altijd een bulderende lach. En dan zeg ik altijd tegen mijn man, oh leuk, Leo en Melanie zijn er ook. Zo gaat dat. En dan hebben we altijd een gezellige dag. Ja, dan hebben we altijd... zeg ik altijd tegen mijn vrouw, doe nou eens rustig aan. Ja, ja. 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 Maar we hebben ook wel eens een sneeuwstorm gehad of zo, of een hagel. Ja, in Oud-Marsum, hè? Ja, in Oud-Marsum. Toen stonden jullie in een dichte tent. Wij hadden een heel mooi tentje. Ja, maar wij niet. Nee. We waren echt nat tot ons onderbroek. Echt. Ja, dat weet ik. Alles was nat. Er lag echt zo'n hele laag achterin. Schoenen waren nat. Het was zelfs met hagel en onweer. Hagel en onweer. Ja, mensen, het is niet altijd roze geur de maneschijn op de kunstmarkt. Want we zijn altijd afhankelijk van het weer. Zeker. Leo wil altijd in de zon staan, want ja. Leo heeft natuurlijk zijn spulletjes die prachtig in de zon uitkomen. Ja. En dat liefst niet zoveel wind. En ik wil altijd geen zon. Nee. Ik wil altijd uit de zon, want mijn materiaal is kwetsbaar voor in de zon. Maar dat weet je soms niet. Nee, je weet het nooit. Nou, maar ze stonden er precies verkeerd van. Glas is juist mooi als de zon erop schijnt. Ja. Lekker van die ateliergeluidjes. Dat klinkt al zo gezellig op de achtergrond, hè? Ja, dat zijn van die moderne geluiden. Ja, dat zijn geluidjes. Hele zachte geluidjes. Ja, die zijn geluidjes hoor je bij mij namelijk niet. Nee. Dat zijn weer hele andere ateliergeluidjes. Nou, als er een workshop is, dan horen we bijna ook nooit iets. Die mensen staan ook altijd heel erg geconcentreerd bezig. Dan zeg ik altijd, hoe krijg je vrouw een paar uur stil? In het begin niet. Ja. Nee, ze zitten helemaal geruisloos. Hoor je alleen maar een beetje... Dan zijn ze heel geconcentreerd bezig. Ja. Leo, hoeveel mensen kun je hebben in het atelier hier? Ik kan er 5 hebben in het atelier. Maximaal. 5 mensen voor een workshop. Dan kan ik iedereen de aandacht geven die ze nodig hebben. Ja. Maar we doen het ook met 2. Minimum is 2. Minimum is 2. Minimum is 2. 1 is niks. Dat is niet gezellig. Nee, dat is niet gezellig. Dat is ook niet gezellig. Het zijn vaak ook families of vriendinnen of vrienden van elkaar die hier. Die hebben ook elkaar een beetje. Ja, dan hebben ze ook een beetje een dagje uit, zeg maar. Hè? Ja, ze zijn een dag uit. En hoe lang duurt zo'n workshop dan met jullie? Het duurt 2 tot 2,5 uur. En soms wel 3 uur. En dan maken we er ook nog wel een gezellig. Apparatiefje daarna en... We bespreken even na. We evalueren altijd aan het eind. Oh, gezellig. Van wat er... hoe ze het vonden. Ja. En, uiteindelijk kunnen ze nog niet zien dan hoe het resultaat is. Maar goed. En dan gaat het 14 uur in de oven. En dan kunnen ze het 2 dagen later ophalen. Oh ja, ja. Het wordt natuurlijk heel heet gebakken, hè? Want ze hebben, ja, het gaat onder... 730 graden tot 800, afhankelijk van hoe ver je het wil laten zakken, het glas over elkaar of smelten. En daarnaast is het natuurlijk zo dat ze dan zelf een leuk werkje gemaakt hebben, waar ze zelf daarna versteld van staan, hoe ze dat hebben zelf kunnen creëren, zeg maar. Kijk, dit is een voorbeeld. Hoe zoiets groeit en tot stand komt. En wat ik van Leo gewend ben, full color, hè? Veel kleur. We houden van veel kleur, hè, veel Leo? Kleur. En afhankelijk, soms nog wel eens als het op bestelling is, of ze willen iets exclusiefs, dan kan het ook. Dan maak ik het
op bestelling. Ja. En op, dat kan. En op kleur ook. Top. Ik ga even laten zien, jongens, wat er allemaal hier in het atelier staat. Want het is, er staan mooie lampjes bij, dus je kunt het prachtig zien. Dan kun je even een beeld krijgen bij wat voor modellen Leo allemaal maakt. Hij verzint ook iedere keer weer nieuwe dingen, want hij liet me net allemaal al nieuwe dingen zien. Kijk, daarbovenop, daar staat een nieuw model, hè, van dit jaar, Leo. Ja, dat zijn de nieuwste. De huisjes. Die staan in de kamer ook, hè? De grote. Ja. En de kleintjes. En de nieuwe vrouwtjes, hè, Leo? De nieuwe vrouwtjes. Ja, Leo is ook van de vrouwtjes, hoor, vrouwtjes mensen. En dan wel graag in kleur. Ja, ja. Kijk. Ja, maar ik vind het mannetjes. Ja, maar dat is... Ja, mannetje of vrouwtje. Maken verschillen. Dit zijn genderneutrale... Transgender, genderneutrale beeldjes maakt Leo, want hij is hartstikke hip, Leo. Maar wel flitsend. Maar wel flitsend. Genderneutraal. Nou, dit zijn een beetje de materialen, mensen. Kijk eens even hoe leuk, hè. Hier word je toch blij van? Al die stukjes gekleurd glas. Ach, lieve jongen. En dan hier de oven. Ja, is er niet mooi. Ik zal hem even open doen. Kijk. Dit is originele glasoven. En dit wordt dus 700 graden, Leo? 730 tot 800. Oh, ja. Wauw. Zo, nou, dan hebben we even een rondje gemaakt. Hebben jullie het even gezien? Is mijn verflaagje weer droog? Dus dan zet ik jullie weer in de standaard. En dan ga ik mijn volgende laagje weer doen. Even kijken of het goed gaat. Ja, dat gaat goed. En dan ga ik weer door met het volgende laagje. Want deze is nu bijna droog. Ja. En ik heb mij vandaag laten inspireren door de kleuren van het glaswerk die hier zijn. Want het is natuurlijk prachtig met al die kleurtjes. Dus daar komt zeker de inspiratie van vandaag makkelijk vandaan. Zonder enige moeite.
ik even een beetje drogen. Dus ik ga lawaai maken, jongens. Hoppakee.
Leo, bij mij wordt het al een heel vrolijk dingetje. Maak je ook een vrolijk dingetje? Ja, hè? Ja? Goed, hè? Ja, kleurtjes, hè? Ja, veel kleuren, dat is altijd prima. Mijn hondje denkt nu, ik moet me er ook even mee bemoeien. Oh. Ja, kom maar even kijken. Zo. Ja, het hondje mag ook mee naar Almere. Ja, ja. Hoort er ook bij. Die hoort er ook bij. En Leo, als we gaan dit jaar, waar gaan we dit jaar allemaal naartoe? Welke kunstmarkten heb jij op je planning? Nou ja, ik heb er een aantal al staan en dat is Alkmaar, Alkmaar, Purmerend. Dat hoop ik dan. Het is afhankelijk of het goedgekeurd wordt in verband met corona. Vaals. Oh ja, Vaals. Vaals is natuurlijk een grote. Vaals zien we elkaar en misschien. En Artibos, ja. In Den Bosch. Die was zien we elkaar ook. Ja, september, hè? Volgens mij 5 september, dacht ik. Ja. In augustus Alkmaar. En dan. Ja, Alkmaar is volgens mij altijd het laatste weekend van augustus. Ja. Het laatste dus, volle weekend van augustus. Dat is 3 dagen trouwens. Vrijdag, zaterdag, zondag. Ik sta ook nog in Leerdam in november. 3 dagen. En dan nog wat ik voor die tijd heb. Dat is nu 3 juli is het in Dronten. En 4 juli in Giethoorn. Oh ja, daar heb ik best wel een druk programma ook al, hè? Het begint erop te lijken, afhankelijk van hoeveel toestemming we krijgen. En dan wil ik natuurlijk ook nog naar Bergen, ook een bekende plek. En Sparendam. Ja, Sparendam. Ja, daar hebben we ook niks van gehoord. Daar heb ik nog niks van gehoord, klopt. Dus nee, het zijn altijd een beetje, wij komen elkaar altijd een paar keer per jaar zien we elkaar ergens, maar we weten het eigenlijk van tevoren eigenlijk niet. Nooit, hè? Nee, dat is afhankelijk. Want wij schrijven ons los van elkaar in en dan weten we, en soms is het dus inderdaad een verrassing door elkaar dus ergens zomaar zien. Ja. En als ik het nu zo hoor, Vaals heb ik mij ook voor ingeschreven. Dus dat is 2 dagen, zaterdag en zondag. En dat is volgens mij, dacht ik, in juli of in augustus? Juli, hè? Juli, geloof ik, hè? Ja. Juli, half juli. En Sparendam staat ook zeker op mijn planning, maar Sparendam hebben we nog geen idee van. Geen idee. We hebben er nog niks van gehoord. Nee. Dus Sparendam, kom op Sparendam. Ja. En Sparendam doet het altijd in het hoogseizoen, in de maanden juli en tot en met augustus. 6 zaterdagen volgens mij. 6 zaterdagen achter elkaar. Ja, 6 zaterdagen en ook altijd hartstikke leuke markt. Echt heel gezellig. En in Bergen ook, hè? Ja, in de Bergen is dat inderdaad ook. En dat is volgens mij op de donderdagavond, hè? Nee, die doe ik meestal niet, omdat ik de zondag altijd veel prettiger vind. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Dus we gaan elkaar hopelijk dit jaar wel een aantal keren zien. In ieder geval. Ook Marsum zou natuurlijk leuk zijn als we dat weer kunnen doen, zodat er wel echt een prachtige markt, want altijd heel groot. Daar staan echt, nou volgens mij wel iets van bijna 200 kraampjes of zo. Dus daar kun je echt een dagtochtje van maken. Ja, daar kun je de hele dag, daar kun je echt de hele dag rondlopen. Sowieso een leuk plekje om even te gaan kijken, want daar zit natuurlijk het Ton Schultze Museum en heel veel galerietjes en zo. Dus het is sowieso een leuk plekje om te zijn. Ja, zeker. Maar de kunstmarkt daar, 1 keer per jaar, altijd het laatste weekend van augustus. Prachtige markt. En Den Bosch, Den Bosch. Ja, Den Bosch Den is Bosch. Een van de grote. Jij had 2 jaar geleden, heel leuk, de prijs gewonnen, hè? Ja, dat klopt. Ja. Het entree, zeg maar het billboarding, dat was van mijn werkstuk. Ja. Hij stond op de flyer. Dus superleuk. En dat was toen ook echt een heel tof jaar om daar te staan. Was echt heel, heel leuk. Dan hebben ze ook nog een film afgedraaid, hè? Van in het atelier, en daarbuiten. Ja, en sowieso ook, weet je, daar sta je daar bij die Sint-Jan op dat plein daar. En
midden in het hart van Den Bosch. Ook superleuk dat je daar zo'n leuke plek hebt waar je kunt staan. Hele gezellige markt, allemaal Brabanders, hartstikke leuk. Dus we hopen dat we weer dit jaar daar weer... Weer gaat gebeuren. Ja, daar gaan we voor hoor, daar gaan we voor. Nou, ik heb weer een laagje droog. Dus ik ga weer naar beneden draaien. En Leo, ga je weer verder hè? Ik ga weer verder. Wat ben je aan het doen? Nou, ik ben even twee dingen. Eén, een probeersel. En eentje wat ik vaker doe, maar wat wel een eigen... Oh, dus iets nieuws en iets ouds. Ja. Nou, we gaan zo meteen, ga ik jullie even weer meenemen om te laten zien waar Leo mee bezig is. Ik draai jullie nu even weer naar beneden, want mijn laagje is weer droog. Nou, het gespatelde is denk ik nog niet droog. Want ik heb hier wat spatelwerk in gedaan en dat heb ik met deze spatel gedaan. En die is aan de bovenkant plat zoals je ziet. En dan krijg je dus dat grappige effect dat je een beetje blokjes effect krijgt. En ik heb hier dus twee kleuren verf door elkaar gebruikt. Dus dan krijg je een heel grappig effect. En ik moet altijd uitkijken met spatelwerk dat ik er niet doorheen ga met mijn hand. Dan heb je gelijk een knoeiboel. Dat willen we niet. Nou, bij hem ook, maar dan zit hij onder het bloed. Dus oh ja. Nee, ja, jij moet altijd uitkijken met glas, Leo. Snij je wel eens, hè? Oh ja, ik zie het. Pleisters. Ja, pleisters. Jij hebt natuurlijk altijd de EHBO-doos paraat, Melanie. Ja, zeker. Die is altijd paraat. Ook voor cursisten. Maar we hebben hem eigenlijk zelden nodig. We hebben hem niet zoveel nodig. Nee. Oh, gelukkig. Zeggen tegen die cursisten dat ze alles met een borsteltje opzij moeten vegen. Nooit met hun handen. Maar oh ja. Toch. En als ze dat doen, ja, dan is het hun eigen schuld. Je moet het niet aangezitten. Ja, het is en blijft natuurlijk een product waarmee je wel eens wat... Zou kunnen. Ja. Maar het gebeurt eigenlijk niet zo vaak. Nee. Mensen weten wel dat ze natuurlijk met dat materiaal werken. Dus, ja. Nou, we hebben zelfs al kinderen gehad van 13 en 11. Ja. Maar het was heel voorzichtig hoor. Ja, maar die luisteren misschien nog wel beter als de volwassenen. Kijk, ja, de oudste cursist was 89. 89, ja. En de jongste was 12. 11. Meisje, ja. Leuk. Maar die jongen was 13. Die had er een enorme lol in, die jongen. Ja. Ik kon niet wachten dat het klaar was. Die stond er vol op. Die stond maar voor de deur te wachten tot het uit de oven kwam. Ja. Wel leuk, hè? Ja. Ja, maar dat is ook het spannende van het werk. Als het dan uit de oven komt, dan zie je natuurlijk pas echt wat je hebt gemaakt. Ja, hè? Ja. Het is toch een beetje anders. Hè? We zijn anders, het is toch anders. Het is ook veel volmaakter. Hè? Het is echt voltooid als het eruit is. Het ziet er ook veel meer uit zoals een kunstwerk. Hè? Ja. Zo, dit is echt een oefenstukje. Nog niet uit. Kijk, een halve cirkeltje is iets leuker, hè? Zo. Even kijken. Ja. Het idee, weet je wel, dat ik dat gezien had. Als dat in elkaar smelt, krijg je toch weer iets. Ja. Ja. Ja, je moet altijd wat nieuws proberen, Leo, hè? Dat doe ik ook, hè? Constant. Ja. Weet je, dat maakt het werk ook nooit... saai, hè? Want je blijft altijd weer bezig met nieuwe ontwerpen en nieuwe... Het is sowieso nooit hetzelfde. Nee. Nieuwe vormen, nieuwe kleuren. Ja. Ook nieuwe glassoorten waar je weer wat meer mee kan. Want we hadden het er net ook over, ik zal jullie even weer naar boven draaien. We hadden het er net ook even over dat mijn sieradenwerken, ja, dat is natuurlijk met kunststof, dat is heel ander materiaal, maar... Eigenlijk werk ik een beetje, zoals Leo dat ook doet, met inderdaad die stukjes iedere keer over elkaar heen. En waardoor je weer een nieuwe combinatie van kleurtjes krijgt. En van kleuren, hè? Je krijgt dus ook verschillende kleuren door. Ja, omdat het zo transparant is, hè? Ja. Dus dat maakt het werk... Het heeft ook wel heel veel raakvlakken. Dat je ook, en wat hij ook doet, dat doe ik ook altijd. Ik bewaar het uit alle restjes. Dat doet Leo ook. Die maakt van alle restjes, alle kleine stukjes... maakt hij weer iets nieuws. Ja. En dat is grappig, want dat doe ik ook. Ik gooi nooit iets weg. Want ik bewaar altijd alle kleine frummeltjes. En dan maak ik daar ook wel weer iets nieuws van. En heb jij ook wel eens dat je weer iets omsmelt, Leo? Helemaal omsmelt? Nee, je kan eigenlijk twee keer in de oven omsmelten. Maar daarna moet je het niet meer doen. Dat is het speciaal glas wat je gebruikt. Het is speciaal glas wat je in de glasoven kan doen. En dat kan twee keer? Dat kan twee keer, want als je drie keer doet, dan vervaagt de kleur.
Oh, oké. Okay. Ja. Kijk, normaal kan het zonlicht hebben, dat is allemaal geen discussie. Maar het verkleurt als je het een paar keer in de ogen doet. Kijk, dat is het geheim van de smitten en mensen, dat is het. Ja. Dat zijn de weetjes die je anders niet te horen krijgt. Ja, dat is wel extra leuk. Dat is het risico. Wat dat zijn de top secrets, zijn dat. Kijk, en als er een keer iets stuk is, kan je het nog één keer doen. Maar kijk, hier zie je toevallig op dit stukje, kan je het zien als je dat doet. Ja. Kijk, dan zit hier een lichtere kleur. Dan zit hier blank glas aan. Oh ja, ik zie het, ja. Zie je, het verkleurt dus wel als je er andere dingen overheen doet. Ja, oké. Okay. Maar het kan ook alweer een grappig effect geven. Want ik vind het eigenlijk wel hierbij. Is het eigenlijk hierbij is het echt grappig. Ja, daarom. Dus het kan. De ijsvogeltjes zijn heel. De ijsvogeltjes van Leo, hè, die gaan hard, jongens, op de markt. Echt waar. Dat is niet. Die vliegen de deur uit, hè? Ja, dat is, kijk, dit zijn dingen. Ik voeg er tegenwoordig ook weer een borsage bij. Hè, maar ze zijn gewoon echt wel de kleur. Leuk, hè? Ja. Ja, de ijsvogeltjes zijn altijd heel populair. We hadden het er net nog even over dat die altijd zo hard gaan. Dus Leo maakt veel ijsvogeltjes. Omdat mensen ze zo mooi vinden. Is, ja. Ik ga jullie weer naar beneden draaien weer. Zo. Even de boel vast. Nou, het wordt een kleurrijk dingetje vandaag hoor, jongens. Zeker. Even een beetje.
Kleurrijk, hè? Goed, hè? Kleurrijk, ja, hè? Nee, het is zeker nog niet af. Even kijken op hoeveel minuten we staan. Op 40 minuten. Maar we nog even een klein stukje van een laagje kunnen we nog even doen. Zo, kunnen we nog even weer drogen. Hij is mooi. Ja, het is intuïtief schilderen wat ik doe, hè? Dat is ja. Intuïtief, dat betekent, ik heb nooit een plan. Nee. Ik had ook geen plan toen ik hier kwam, want ik verzin het, ik krijg dus nu de inspiratie van jouw kleuren natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk de creativiteit die je hebt. Als je zoiets gaat beginnen, dan is een niet plannen het soms nog prettiger. Ja, maar dat is eigenlijk wat jij ook doet. Wat ik ook doe met glas. Jij doet het met glas en ik doe het met schilderwerk of met mijn sieraden. En eigenlijk dat je zonder plan er iets begint, dat is eigenlijk het leukste om te doen. Hè? Dat je niet van tevoren bedenkt en dan kijken wat eruit komt. Hè? Ja, en dan kijken. Ja. Maar ik doe het dus inderdaad. Ik kom hier dus echt met een kist vol schilderwerk. Ik heb de kleurtjes pas uitgekozen vlak voordat ik begon. Dus inderdaad geïnspireerd in dit geval door al die knalkleuren glas. Want dat is natuurlijk hier echt knalkleur geel en rood en blauw. En ja, alles komt op je af. Dus dat is mijn inspiratie voor vandaag. En het is ook altijd zo dat ik het schilderijtje altijd nog wel even fine-tune. Want ik red het eigenlijk nooit precies helemaal in een uur. Maar we staan nu op 41 minuten, zie ik. Dus ik ga nog even een klein stukje eraan doen. En dan maak ik het meestal daarna af. En dan zie je het eindresultaat in de volgende vlog. Zo doe ik het meestal. Ja, natuurlijk. Ja. Zo doe ik het meestal. Want meestal red ik het ook niet echt precies in een uurtje. Nee. Want een uurtje is net soms... Ja, het ligt de finishing touch, die doe je later. Ja, meestal doe ik het even later. Ja, soms ook niet hoor. Soms red ik het gewoon... Want deze... Deze heb ik eigenlijk niet zoveel meer aan gedaan. Nee, want dat is ook goed zo. Hier was ik eigenlijk heel gauw weer klaar. En deze zal ik nog wel een beetje afmaken. Die ga ik afmaken in Oostmahorn. Want ik ga weer naar Friesland, naar mijn moeder. Dus ik neem jullie mee naar Friesland en dan ga ik daar ook weer een vlog opnemen. Ik ben helemaal los met op locatie deze week, echt. Ja. Nou, ik ga nog één laagje doen, een klein stukje nog. En dan gaan we straks afsluiten. Kijk, ik heb bij mij de tweede rit ook klaar. Oh, wacht even, we gaan even bij... Dat is dan alleen maar het idee. Dat is ook nog fine-tuning nodig. Ja, ik ga even kijken bij jou, Leo. Want ik neem hem er even af. Wacht even, hoor. Kijk, dat is de fine-tuning. Dan moet ik hem er even weer afpakken. Een nieuw idee en dat wil ik nog uitwerken. Er komt even een plakstukje in deze keer, want Tineke had op het verkeerde knopje gedrukt. Zo. Dan moeten we even lachen. Dat is bij mij nog altijd fout. Zo gaat het. Het is toch een beetje Clojo video, hè, dit. Want ik doe altijd alles, probeer altijd alles in één dingetje. Zonder knippen en plakken. Want ik hou een beetje van dat makkelijk is altijd. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Hè? Dus nu had ik even per ongeluk op het knopje gedrukt, was de film gestopt. Maar ik ga het nog wel even netjes afsluiten. Dus we gaan nog even straks nog één keer even kijken hoe het werk bij Leo daar geworden is. En ik ga nog een klein stukje hier van mijn eigen werk afmaken en dan ga ik afsluiten. Dus ik draai jullie nu nog even naar beneden. En dan gaan we als afsluiter, haal ik jullie er nog even af. Ik ga hier nog een klein beetje aan doen. Nou, in de tussentijd staat ook de vuilniswagen voor de deur. Dat is altijd fijn ook tijdens het vloggen. Dat is fijn, hè? Tijdens het vloggen nou, we altijd... Weet je, dat moet ik morgens vroeg altijd doen. Want papieren willen ze hier soms om 8:30 al weghalen. Ik denk vanochtend, nou, ik zet op tijd de bak. Ja, dan komen ze tijdens het vloggen komen ze even de bak leeg. Top. Dat is altijd top timing. Ik heb dat thuis ook altijd. Er komt altijd een trein die toetert op het perron als ik aan het vloggen ben. Ja. Of er komt er een vliegtuig over. Of de pakjesbezorger die komt natuurlijk net als je aan het vloggen bent. Dat gebeurt ook. Er gebeurt altijd van alles. Dus ik ben het wel gewend. En weet je, dat maakt het ook niet saai. Want daardoor... Ja, gebeurt er altijd iets in je vlog? Het is niet saai. Dus nu ook weer niet saai. En weet je, dat is ook het leuke van vloggen. Want in het begin maakte ik me altijd heel druk over. Dan was ik heel erg bezig aan het voorbereiden en zo. En nu heb ik zoiets van, nou weet je, het komt zoals het komt. Hè? Ja, en vaak is dat ook het beste. Want het is ongedwongen. Ja, want uiteindelijk is het zo. Ik ben ook maar een mens. Bij mij gaat er ook wel eens wat fout. Bij jou gaat er ook wel eens wat fout, toch? Ja, wat dacht jij? Dus dat hoort er in het leven gewoon bij en dat maakt het ook eigenlijk best wel prima zo. Ik vind het, ik maak me er nooit zo druk om. Nou, de laatste keer haal ik een stuk uit de oven. Nou, het is nu nooit gebeurd. Een stuk gebroken. Dus dan kan je net een verkeerd stukje glas op het verkeerde plekje hebben gehad. Ja. Waardoor die toch op een gegeven moment knapte, want dat iridiserende glas, dat is toch apart. Het lijkt wel een soort metaallaagje wat er overheen gespoten is. En dan kan het toch, als het een dun stukje is en het zit op een verkeerde plek,
dat het toch knapt. En dat heb ik één keer meegemaakt. Ja, zie je. En toen ben ik wel met dat glas wat ruimer gaan werken. Omdat ik denk, ja, dat moet je niet steeds hebben. Dat kan niet. Nee. En dat was op zo'n randje ook. En toen heb ik nog gedacht, nou weet je wat, dat ga ik even corrigeren. Dat gaan we anders doen. Maar ja, dat gebeurt gewoon. Maar dat is één keer. En inmiddels al 10 jaar, hè. Ja, doe je dat in 10 jaar, Leo? Ja. Want als je de eerste markten ziet met wat je mee op de markt stond. Ja, dat is niet meer te vergelijken met wat je nu doet. Nee, maar dat geldt denk ik voor elke kunstenaar een beetje. Ja, toch? Ja. En je weet wat er fout kan gaan. En je weet ook, daarom kan je nu ook opdrachten doen. En dan kan je de grenzen aangeven en zeggen, dit is wel haalbaar en dat is niet haalbaar. Ja, want jij maakt ook, ik ga jullie toch even bijdraaien hoor. Want jij maakt ook hele mooie deuren. Ik zat net bij de voordeur stond. Ja, en jij hebt zo'n heel mooi glas in de deur. Ja, ja. Dat kun je dus ook in opdracht laten maken bij Leo. Ja, want hij maakt dus ook in opdracht van alles en nog wat. Maar onder andere dus ook dat je, als je zo'n glaasje hebt in je deur. Ja. Dat je daar dus gekleurd glas voor laat maken. Ik kan doen en dan in een speciaal modelletje. Ja. Dus dat kan ook, hè? Met kleuren. En je moet zeker ook even kijken op de website www.kostra.nl. Want daar staat nog veel meer op. En daar staan, ik denk dat jij ook je markten daar laat ook zien. Ook die markten staan er ook bij. Dus daar staan ook straks de markten op waar je Leo in levende lijven kan zien. En Melanie natuurlijk ook. Ja. Dus als je Leo een keer live wilt zien, je mag het eigenlijk niet missen, zeg ik. Nee. Dan moet je even een keer op de website kijken en dan kun je zien waar die staat. Ja. En een keer een workshop. Is misschien ook hartstikke leuk. Een keertje naar Almere om hier een keer een workshop te doen. Altijd gezellig. En stel je voor, je doet dat met 2 of 3 vriendinnen. En je neemt ze mee en je doet hier met z'n vieren een workshop. Dan heb je een hartstikke leuke dag uit ook gelijk. Weet je maakt iets moois. En je hebt een gezellige middag. Of een gezellige ochtend. Wat je maar afspreekt. En als ze zelf iets gemaakt hebben, zijn ze er toch trots op als het uit de oven komt. Ja, hè? Ja, tuurlijk. Want ze zien totaal iets anders dan wat ze gemaakt hebben. Als het gesmolten is, wordt het een heel ander ding. Ja, ja, dan heb je echt sowieso, je krijgt les van een kunstenaar. Dus dat is, dan leer je al toch de kneepjes die je ergens anders niet leert. Ja, je leert glassnijden onder andere. Ja, glassnijden. En met de tang omgaan en dan goed verwerken. Ja. En de lagen over elkaar en je hebt iets aparts gemaakt. Toch een eigen kunstwerk. Ja, nou dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè. En het is bij Leo gezellig, mensen hoor. Melanie zet lekkere koffie en je wordt hier top verzorgd. Dus je kunt hier een echte gezellige middag. Daar is mijn vrouw meester in. Ja, jouw vrouw. Ja, kijk, iedereen heeft zijn kwaliteit, hè? Ja. Nou, je wordt hier goed verzorgd, je hebt een leuke dag uit en je leert iets, je neemt echt iets bijzonders mee en krijg je dan later, hè? Want je moet het later ophalen. Leo, later ophalen. Maar dat moet natuurlijk in de oven gebakken worden en dan 2 dagen later kun je je kunstwerkje ophalen. En dan heb je iets unieks, een leuke dag uit. En je hebt iets unieks gemaakt wat je of cadeau kan geven of voor jezelf kan houden. Of waar je zelf trots op kan zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Nou mensen, ik ga dus nu wel even afsluiten. Want ik laat even zien wat mijn werk tot nu toe geworden is. In ieder geval heel kleurrijk. En ik ga het nog wel even een beetje fine-tunen. En dan zoek ik daar een mooi sieraadje bij. En dan laat ik dat zien. Even kijken, want dit was les 27. Dus in les 28 moet je zeker even weer kijken om te zien hoe dit afgeworden is. En dan komt er een prachtig sieradensetje bij. En dan wil ik Leo ontzettend bedanken voor de gezellige dag. En leuk dat we even bij jou in het atelier mochten kijken. Ik wil jou ook bedanken. Want ik vond het erg leuk om met jou op deze manier. Ook leuk dat we elkaar even weer konden zien. Want we hebben elkaar best een beetje gemist. Ja, eerlijk is eerlijk. Want we missen onze marktjes gewoon. En Almere en Weel liggen best wel ver uit elkaar. Dus we zien elkaar eigenlijk verder nooit. Dus het was zeker leuk om een keer zo te doen. En een kijkje in de keuken van een kunstenaar is hartstikke leuk. Ik word er altijd heel blij van. En ik krijg er heel veel inspiratie van. En ik hoop dat het voor jullie ook zo is. Dus even kijken op mijn website www.ateliertypistineke.nl of bij Leo op de website www.kostra.nl. En dan kun je meer van ons zien en van ons horen. En als je iets wil weten, schroom niet om contact met ons op te nemen. Nou. Oké.